Ik heb je vast, er gebeurt niks. Ik ben Nienke van Roekel, zit in het Rabo talententeam, ben eventinruiter en kruip vandaag in huid van... Carole Sneekers en ik doe aan voltige. Ik train hiervoor elke dag en ik sta op het moment derde op de wereldranglijst en ik ga naar de wereldruiter spelen. Nou, voor mij is het heel bijzonder, want ik train hier al eigenlijk 12 jaar voor om solo naar de wereldruiter spelen te gaan. Waar draait voltige om? Bij voltige doe je oefeningen op je paard. En je paard loopt dan in galop en de bedoeling is dat je de oefeningen zo uitvoert dat je je paard niet stoort terwijl hij zo'n rondje galoppeert. En dan strek je je voorste been. Ga je met je hoofd naar je been. En dit zijn nog de simpele rekoefeningen eigenlijk. 1, 2. De oefening die we straks gaan doen heet vlag. Ja? Dat is een van de 7 verplichte oefeningen. Dan mag je op je handen en je knieën gaan zitten. De oefeningen die je doet, daar moet je een soort van ontspannen in zijn. Je moet ontspannen met je paard mee kunnen bewegen. Je moet een beetje lenig zijn. Dus je moet bijvoorbeeld een spagaat op je paard kunnen maken. En, er komt ook wel een beetje kracht bij kijken. Een soort van turnen, maar dan met een moeilijkheidsfactor paard. Het voelt echt alsof ik voor het eerst op een paard zit. Kijk omhoog, schouders naar beneden en naar voren. Boven de beugel blijven met je schouders. Zo ja. En nu kan je als het goed is 1 voet optillen. Ja, heel goed. Kan die nog hoger? Super. En nu je linkerarm ook omhoog. Naar voren. Ja, netjes. Als je een wedstrijd hebt, waar bestaat zo'n wedstrijd dan uit? Dan begin ik met de verplichte oefeningen. Dat zijn 7 voorgeschreven oefeningen die de jury stuk voor stuk waardeert. Dan heb je je technische test. En daarna heb je nog een kuur en die mag je helemaal zelf bedenken. Ga eerst maar op je knieën, net zoals bij de vlag. Precies. En dan mag je mijn schouders vastpakken en dan gebruik je mij als soort van klimrek. En dan kan je gaan staan. Oh god. Heel goed. Ik heb je vast, er gebeurt niks. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. Van tevoren had ik echt zoiets van, oh, volgens mij ben ik er echt niet lenig genoeg voor en kan ik het helemaal niet. Heel netjes, supergoed. Oké, dan gaan we zitten. Ja, je moet aan zoveel dingen tegelijk denken dat ik het echt, ik heb er echt wel respect voor. Ik vond het echt heel erg leuk om een keer te doen. En ik wil je bij deze ook heel veel succes wensen op de Wereldruiter spelen. Doeg! Kom alles te weten over de Wereldruiter spelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.